Hi allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. Onze Q-Time kunnen we op zoveel verschillende manieren gebruiken. We can eat something nice, we can do something fun. En we kunnen ook gewoon de tijd nemen om in onszelf te kijken en te zien how we can use our quality time as at best for ourselves. Vandaag zit ik met twee bijzondere Surinaamse dames die een hele mooie dag hebben gepland om quality time te maken voor jezelf, to heal. Ik zit vandaag met de founder van Ladies Talk, Donna, en de transformatiecoach Ruth. En ze heeft haar eigen bedrijf Boldness to Conquer. En ze hebben een emotional healing day gepland. Wat, of tenminste, welkom als eerst bij Q-Time. Thank you. En wat moet ik verstaan in de emotional healing day? Emotional Healing Day is de dag waarbij dames binnen en buiten Ladies Talk bij elkaar komen en een aanvang maken of eigenlijk progressie maken met hun emotionele helingsjourney. Er zijn verschillende zaken waartegen we aanlopen in het leven. Dingen die pijn achterlaten of verschillende emoties teweeg brengen. En we weten niet altijd even goed ermee om te gaan. Mensen zeggen altijd, voel wat je voelt. Maar niet iedereen weet precies hoe dat te doen. En met de Emotional Healing Day willen we een safe space creëren waarbij we met verschillende coaches en verschillende dingen die we samen zullen doen, eigenlijk dat de ruimte te geven. To heal. To heal. Yeah. En in het voorgesprek heb ik net kunnen opvangen dat het niet zomaar is gestart dat jullie hebben besloten om de healing niet te hebben. So Donna, how did this come Klopt. To? Klopt. Ik zit namelijk, ik heb zo een groep, een online groep, opgericht al jaren geleden. Dat is Ladies Talk en het is dan uitgegroeid naar een stichting. We hebben uiteindelijk ook een tv-show gemaakt ervan. Dus we hebben heel veel gedaan met Ladies Talk. Ja, trouwens, ik heb heel veel gedaan met Ladies Talk. Maar ik drop nog steeds stellingen, want in de groep kan je advies vragen. Je kan bijvoorbeeld je ei kwijt. Dus je kan van alles in de groep. En ik heb bijvoorbeeld een persoonlijke vraag gesteld aan de dames. Ik dacht, oké, ik wil het vragen. Ik ben benieuwd hoe anderen erover denken. En ik heb gevraagd, maar wat is de hardste struggle die ze hebben meegemaakt? Of gaan ze er nog steeds doorheen? En er waren best wel 200 reacties waarbij mensen zeiden van, being a single mom is echt een struggle. De economische situatie nu. Ze werken heel hard en toch komen ze niet uit. En dan had je anderen bijvoorbeeld die zeiden van het kwijtraken van een ongeboren kindje. Kwijtraken van hun moeder. Dat ze heel veel geen plek konden geven. En dat ze echt ernaar uitkijken naar een soort emotionele healing day. Mm-hmm. En toen had Rutte de reacties gelezen. En dan stuurde Rutte een berichtje voor me van Donna, kunnen we niet samen doen? En ik zat er open voor. Gewoon de magic duo is gemaakt. En de healing day komt eraan. Before we get into the healing day, ik zit niet in die groep, maar het is wel, again, a safe space, want je hebt een stelling gedropt, je hebt 300 reacties gehad, so some way ben je zelf ook al mensen aan het helen die gewoon op space vinden online, een platform hebben om dit te kunnen delen. Juist. Klopt, Ladies Talk is eigenlijk een platform met alleen vrouwen. Dat is de bedoeling, ook dat ze zich veilig voelen. Het is een sisterhood die we hebben gecreëerd met Surinaamse vrouwen. All over the world natuurlijk. En zolang je denkt van, oké, ik wil Ladies Talk. Het is echt beschermd, maar laat me zeggen, je hebt altijd mensen die het verpesten. Ik ga niet zeggen, Ladies Talk is geweldig. Mm-hmm. Want je hebt weer mensen die bijvoorbeeld, je denkt, je wilt je verhaal doen. En dan word je gescreenshot door je vriendin en die stuurt het door. Dus ik zeg altijd, deel wat je wilt delen en als je zeker erachter staat, deel het dan. Als je niet 100% erachter staat, deel het liever niet, want ik ga niet voor de consequenties op. Nee, maar dat moet je ook niet doen. Nee, je biedt alleen het platform. Precies, dus je mag delen hoeveel ze willen. Dus zo hebben de mensen die soms verhalen delen, hulp zoeken en al dat soort dingen. Alright, maar jij hebt de stelling gedropt, er is iets heel moois eruit gerold, want er komt een emotional healing day. Klopt. En je gaf ook aan dat er de plek wordt geboden, a safe space for women to come together. En niet alleen samenkomen, want er gaat zoveel gebeuren. So what is going to happen on this Emotional Healing Day? Dus, de dames worden allemaal welkom geheten met een special snack en drink. Mm-hmm. We zoeken ons plekje op en dan gaan we van start. De eerste sessie wordt door mij gehost. En waarbij we gaan leren van en met elkaar. Want dat is iets waarachter ik altijd sta. Hoe we
space voor onszelf kunnen houden, diezelfde ruimte geven om te voelen. In Boldness to Conquer werk ik altijd met de mantra feel, deal, heal en grow. Dus wanneer je jezelf... Nogmaals, dat is important. Feel, deal, heal en grow. Alright. Ja. Wanneer je jezelf de ruimte hebt gegeven om te voelen, kan je het feesten. Dus dat is de dealing part. En wanneer je ermee kan dealen, kan je daarvan genezen. Ja. En wanneer je bent genezen, dan kan je daaruit groeien. Want wat je ook meemaakt in het leven, whether it is being a single mom, whether it is a broken marriage, al gaat het dan ook over de economische situatie. Ja. Want het brengt heel veel ruzie in huis ook. Hè? Het brengt heel veel scheuring. En je weet dat je echt alles eraan doet, maar zaken gaan gewoon niet. En we hebben dit altijd meegekregen vanaf kleins af. Van suck it up. Niet klagen, maar dragen. Niet klagen, maar dragen. En verder gaan. Toch? En diezelfde 4000 gulden van 3 jaar geleden, 4 jaar geleden, 5 jaar geleden. Met diezelfde 4000 something moet je toveren vandaag. Al is het binnen 4 dagen op. Wanneer je hypotheek betaalt, stroomwater enzovoort. En je kijkt naar je kinderen of je kijkt naar je huis. En je hebt geen idee hoe je verder gaat. Het brengt heel veel pijn met zich mee. Het brengt heel wat emoties in je los. Precies. En het komt op die hele spectrum voor van je hele emotionele wiel. Ja, dus jezelf de ruimte geven die dag om daar doorheen te gaan, om dat te voelen. Ervan eigenlijk ermee te dealen. En anders te leren kijken daarna. Niet dat je je situatie bent, maar... Anders kijken daarna. Ja, precies. Okay. Daarna gaat coach Carina van Vind Licht praten over heling vanuit je bekken. Omdat we als mens, vooral vrouwen, we spraken er net nog over, we houden heel veel trauma vast in ons bekken. En zij gaat ons dan leren hoe we dat kunnen leren loslaten. Het is niet de bedoeling dat we op die dag Pandora's box openmaken, want we houden wel rekening met veiligheid. We geven tips en tools waarbij jij kan starten of waarbij je een paar stappen verder kunt met je journey. Juist. Coach Mandy die gaat daarna met verschillende oefeningen vanuit yoga, vanuit Pilates, leren hoe je gaat stretchen. Want meestal wanneer je pijn vasthoudt ergens, je hoort vaker wanneer vrouwen graag van ze ongesteld worden, mijn rug doet pijn, het zit vast, mijn bekken zit vast en al dat soort dingen. We hebben het soms niet eens door dat onze cycle, onze menstruatie, heel veel reflecteert van wat er binnen gebeurt. En leren hoe je met je emoties, met de kennis die je krijgt over je bekken en de bewegingen, kan je aanvang maken op jouw journey. En dan gaan we lekker samen netwerken. Er zijn verschillende demo's die komen ook. Ja. Bijvoorbeeld van Jaya. Ja, Jaya van Royal Yoni Roswa. Die gaat over Yoni Care praten. We gaan ook over voeding praten. Verschillende boosters die je kan gebruiken als vrouw. Gewoon uit onze voeding gecreëerd. En we're there for actually om als zusters samen te komen. Leren van elkaar, leren met elkaar. En elkaar die empowerment te geven. En zoals ik het ook eerder zei, wanneer een vrouw zich gaat focussen op haar genezing, genees je generaties. En niet dat mannen niet important zijn daarmee of daarbij. Maar wanneer we biologisch gewoon ernaar gaan kijken, wanneer een vrouw haar dochter draagt, draagt ze ik ook haar kleindochter. Dus alles wat zij heeft meegemaakt, wat haar moeder heeft meegemaakt, want it's an ongoing cycle. It definitely is. Toch? Maar het belangrijkste, het is, ik luister naar jullie en het klinkt, want je hoort zo vaak, we gaan dit organiseren, samenkomen. Maar het feit dat de ruimte wordt genomen door jonge Surinaamse vrouwen om vroeg al de aanvang te maken om te leren. Want je gaat er één dag jezelf niet kunnen genezen, maar om te leren dat er tools start zijn. Kan maken, To koop als eerste, te koop en dan als jij dat natuurlijk nodig hebt voor jezelf, kan je altijd nog verder gaan. Maar dat is een belangrijke vraag die ik wilde stellen. Na deze dag, is de mogelijkheid om contact op te nemen met de transformatiecoach? Of wordt dat ook een nazorg, wordt dat ook doorgegeven van if you need more, wij zijn ook beschikbaar voor je after this day? Yes, we hadden daarover gesproken in onze laatste meeting. Je krijgt ook een kaartje van mij. Je krijgt een kaartje van Carina en van Mandy. Verschillende mensen waarmee we ook samenwerken.
waarbij jij kan kiezen bij wie jij die klik voelt, want dat is ook belangrijk, mm-hmm. om eigenlijk jouw journey verder te starten. Ja, healing journey precies. Verder te starten. Of het klinkt als een bijzondere dag om als vrouw te zijn, if you're dealing with something or yes. wanting to know how to just go better in life. Maar wanneer is het? Hoe laat is het? Is het gratis? Kan ik gewoon komen? Is er een limit? Ik ben 10 en ik heb jullie nu gezien op TV. En ik vind dat ik struggle met mijn moeder niet, maar papa van me weg. Mag ik ook dan komen? How does it work? Donna gaat deze vraag ja. maken, want Donna heeft de dag specifiek gekozen. Ja, ik heb de dag specifiek gekozen, want ik was bezig iets anders te plannen met Gloria. Mm-hmm. Maar uiteindelijk moest Gloria weg, dus ik heb dan andere samenwerking, andere team bij elkaar gezocht en toen het is gekomen. Het is eigenlijk 28 mei is International Day of Action of Women Health. Dus vandaar dat we 28 mei hebben uitgekozen om dit te doen. Yes, 28 mei. Dus dat is zaterdag 28 juist, mei. Juist, dus zondag 28 mei. Ja, zondag 28 yes. mei. Het wordt gehouden bij Prawaki Garden. Het is mm-hmm. een beetje natuur. Het mm-hmm. Is aan de Peruwienlaan, in Zuid. En je betaalt gewoon het SRD, inclusief een snack, een drankje. En van de organisatie krijgen ze een leuke goodie bag. En kennis. Ja, en kennis. Dat is knowledge is belangrijk, want daarvoor kom je eigenlijk ook. En what about the age? Iedereen kan komen of hebben jullie zeg van 18 plus, 16 plus of gewoon als je vindt dat je voelt dat je iets nodig hebt? Ja, maar niet iemand met poppen dat ja. je moeder je poppen wegneemt. Je komen natuurlijk. Iedereen die persoonlijke struggles meemaakt. Yeah. Bijvoorbeeld, ik ga ervan uit misschien vanaf 16, want de ladies ook mag je bijvoorbeeld, ik laat alleen mensen toe vanaf 21 plus. Okay. Mm. Dus ik ga ervan uit dat er mensen van 21 plus hebben geregistreerd. Mm. Maar dit is ook voor mensen die niet in ladies ook zitten. Mm. Dus als je zegt van, oh, ik zit er niet in, maar ik wil meedoen, je mag meedoen. En je haalt het belangrijk aan registratie. Want is het alleen via Ladies Talk? Of kunnen we jullie bellen? Kunnen we een berichtje sturen? Is er een online form? Ja, beide. Mm-hmm. Ja. ze kunnen een WhatsApp sturen via de pagina van Boldness to Conquer. Mm-hmm. Het is Boldness op zijn Engels, cijfertje 2 en Conquer. Als je een berichtje stuurt en mijn WhatsApp nummer is daar zo, kun je bericht sturen. Ladies Talk Foundation ja. heeft ook een heeft nummer ook een, daar zo. Ja. Is gewoon een WhatsApp sturen. En dan sturen we de vorm naar je toe. En je mag je registreren. Yes. Yeah. Oké. Okay. Well, to me it sounds like you guys figured it out. En dat jullie aanzet doen om, net als je als één persoon begint, dan starting yes. to heal generations ja, to come. Ik wil jullie bedanken voor het komen en ook bedanken voor het initiatief dat jullie samen nemen. Om zoveel andere vrouwen to help us to cope and get on track. And you are doing a great job with your platform. Thank and you. Keep on doing what you're doing. Want nu heb je dit. En zoals je al eerder aangaf, er is meer dat juist, klopt. We zullen meer dat van die healing. We willen kijken wat de animo is natuurlijk. We willen bijvoorbeeld ook een wellness fair organiseren. Bijvoorbeeld alles met qua healing, een beetje healthy mm-hmm. te maken heeft, mental health, mm-hmm. alles. Dus dat willen we wel in misschien de grote vakantie doen. Maar we willen dan na deze emotionele healing dan nog een kleinere. Mm-hmm. En daarna zullen we dan een grote organiseren. Right, jullie zijn bezig en jullie blijven. Yes, klopt. Nou, ladies, bedankt voor het komen. Dankjewel. En heel veel succes. Thank you. En jullie thuis, deze twee dames, Donna van Ladies Talk en Ruth van Boldness to Conquer, hebben een prachtige emotional healing day gepland op 28 mei. If you feel like you're coping with something, als je denkt dat je door iets moet, nee, je denkt niet. Jij gaat door iets moeilijks en je hebt een setje in de rug nodig. Of je zoekt naar een safe environment voor vrouwen dit keer alleen. To tell or learn or share your story, je verhaal wil je delen. Er zijn coaches aanwezig die zullen focussen op de mind, the body and the soul. Yes. Kom de 28 mei naar Prawaki aan de Praweerlaan. En join the Emotional Healing Day. De prijs om mee te kunnen doen is 800 SRD. En daarin zit drank, een snackje, kennis en everything you need to get on your journey for your emotional healing. Thank you for watching. These ladies, thank you for coming. Thank you. Tot de volgende keer. Remember, your time plus my time is Q time.